Lieve YouTubers, hier weer een filmpje van Judith. Ik ga nu jullie laten weten wat mijn drie favoriete vakanties zijn geweest met Frans samen. Nou, de eerste staat de Henri Dunant bootreis. Wij zijn aan het Rode Kruis gekomen via. En toen kwamen we in contact met een mevrouw van de Rode Kruis. En die is toen bij ons 2 uur lang bij ons geweest. Ten eerste om zich voor te stellen, wat te laten weten, iets te vertellen over de reis met de Henri Dunant, het schip van de Rode Kruis, zoals jullie weten. En daarna heeft ze heel veel invulwerk met ons samen moeten oplossen voor mij en voor Frans. Wij zijn 6 dagen weg geweest. We zijn op een maandag vertrokken. En we kwamen op zaterdagochtend weer terug. Maandag zijn we pas weggegaan om tussen 1 en 2. Zijn we opgehaald. Want we moesten om 3:30 aan boord zijn. En dat haalden we net allemaal. En toen het weer zaterdag was, we hebben het gewoon heel heerlijk gehad toen natuurlijk op die bootreis. Want we hebben veel dingen mogen zien. En verder hebben we, zijn we even 2 keer aan de... Zijn we van de boot afgemogen. 1 keer in Dordrecht. Toen zijn we in Dordrecht even lekker een wandelingetje 's avonds gaan maken, 's middags. En we zijn 1 keer eraf gegaan in Tiel. Dat is bekend om de Betuwe Gem. En dus dat mannetje van de Betuwe Gem, dat staat daar ook in Tiel. Die is helemaal, een beeldhouwwerk staat daar in de stad van hem. En daar heb ik toen met de verzorger, samen met Frans, hebben we daar een kopje koffie gedronken en een lekker stukje gebak bij gegeten. En dat is dan eigenlijk van de Henri Dunant even, van de bootreis even te noemen, hoe leuk dat is geweest. Het tweede wat er bij mij staat. Frans en ik zijn daarna naar Lourdes geweest. Ik kende Lourdes niet, Frans kende Lourdes wel omdat hij zijn katholieke achtergrond heeft. En zijn ouders waren wel eens in Lourdes geweest. Dus vandaar even een slokje koffie. Pakken, want anders heb ik zo'n droge keel. Nou, ik ben met hem meegegaan. Het was een reis van 10 dagen. Dus je ging op een... ik weet niet meer op wat voor dag precies weg. Maar we zijn 10 dagen dus naar Lourdes geweest. Daar ging je dus eigenlijk 4 maal per dag ging je naar een kerkmis. Verder zijn we met de verzorgende van ons, hebben we even in de stad Lourdes gezeten. Daar konden we even een kopje koffie en een stukje gebak weer heerlijk genieten. En we waren weer even, ook lekker weer even buiten geweest. We konden daar ook veel naar buiten in het hotel. Het was daar een heel groot hotel. En buiten stond er een hele grote omheining omheen, waar je heerlijke wandelingetjes kon maken met je verzorgende. En er waren ook leuke eendjes. En ja, ik heb eigenlijk daar nog geen film van op internet gezet, maar dat zal ik proberen of dat nog een keer lukken wil. Of op YouTube. Maar het was gewoon een hele vermoeiende reis. 19 uur lang liggend. Nou, dat is eigenlijk voor mij niet vol te houden. Maar goed, ik heb het zo kwaad mogelijk doorstaan allemaal. En dan moest je ook nog weer 19 uur terug. Het is eenmalig geweest voor mij. Want ik vond de reis veel te lang. Dus vandaar dat ik dat niet meer voor een tweede keer doe samen met Frans. Ik kan het ook momenteel niet meer aan. Een derde wat er bij mij staat. Dat is ook weer een Rode Kruis reis geweest. In Hotel de Valkenberg. En... daar zijn wij ook geweest, omdat we kregen de kans van de mevrouw van het Rode Kruis om nog eens een keer een vakantie met u mee te maken. Daarna zouden de reizen eigenlijk stoppen en zouden er geen Rode Kruisreizen meer bestaan. Maar later is dat toch weer wel weer goed gekomen en is dat weer doorgezet. Maar kon ik het helaas zelf niet meer aan voor mezelf.
Dus nou, daar zijn we dan ook een 6 dagen geweest. Het was ook heel erg gezellig. Daar heb ik dan wel een filmpje van jullie laten zien op YouTube. Dus jullie hebben al een beetje een indruk kunnen krijgen hoe het hotel er een beetje uitzag en hoe de buitenomgeving er een beetje uitzag. Er zat een zwembad bij, daar hebben Frans en ik 2 keer van gebruik kunnen maken. Ze hebben mij gewoon eigenlijk van A tot Z goed geholpen, daar het personeel en de verzorgenden die er allemaal waren voor me. Ze hebben een stoeltjeslift geregeld om mij in het water te laten zakken bijvoorbeeld. En daarna hebben ze me lekker door het water een beetje heen getrokken, want ja, mijn benen en armen doen het niet makkelijk meer. Dus vandaar dus dat dat eigenlijk, ja, voor de ontspanning is dat heerlijk geweest voor me en genoeg. Daarna heb ik altijd ook iedere middag even gerust, want dat was nodig. En verder heeft Frans zichzelf ook af en toe even gerust. En soms is hij iets beneden gaan doen met een van de verzorgenden daar. Nee, het is al met al ook heerlijk gegeten daar weer, toch wel weer in het hotel. Dus al met al weer een geslaagde vakantie geweest. Nou, dit is wat ik even kwijt wil aan jullie over mijn 3 favoriete vakanties. En ik vind het gewoon heel fijn dat ik dat even voor jullie op YouTube kan laten weten. Nou, tot de volgende keer maar weer. Tot ziens. Daag.